de Dagobertkluis van Rottner. Te verkrijgen in een mooie zwarte of rode kleur. Om hem te openen kun je hier het topje weghalen. En vervolgens met de sleutel de kluis te ontgrendelen. Daarna kan je met 4 pinlights de code invoeren. Dat doe je door op het rode knopje te drukken. Het wordt dan 2 piepjes. Je kiest de code die je wil. Druk vervolgens op de B om het te bevestigen. Het sleuteltje draai je weer op slot. Die is daarna niet meer nodig. Je vergrendelt de kluis. En door hem open te maken, twee piepjes en vervolgens kun je hem open draaien. De bevestiging gebeurt door middel van 2 gaten in de bodem en 2 in de rug. Misschien het beste te bekijken aan de buitenkant. Het is ook aan te raden als je deze kluis opneemt om hem aan beide kanten te bevestigen, zowel de bodem als de rug. Dan is die altijd goed beveiligd tegen braak. Verder is die goed geschikt om bijvoorbeeld telefoon, paspoort, portemonnee of wat kleingeld, kleine sieraden in te leggen. Een mooi klein kluisje, gemakkelijk in gebruik.